Jelmen geeft ons een demonstratie van het toestel dat hij en zijn collega hebben ontwikkeld. Geen echte forklift, maar een simulator. Eerst zet Jelmen een bril op en dan kan hij zijn virtuele forklift opstarten. Door de bril ziet hij de hele omgeving waar hij in rondrijdt. De bril volgt de kijkrichting. Als de bestuurder opzij kijkt, dan ziet hij ook echt wat er aan de zijkant van de forklift gebeurt. Het Mechelse bedrijf UCAN stond met het toestel op een beurs in Chicago. En daar kregen de bedenkers prompt de prijs voor het meest vernieuwende product. Want er is nood aan dit soort simulators, zeggen ze. De simulator kan ook interessant zijn om te testen of sollicitanten het in zich hebben om een vorkheftruck te besturen. Sinds UCAN de prijs in de wacht sleepte, stromen de e-mails van potentiële klanten binnen. UCAN krijgt aanvragen uit de hele wereld. Australië, Mexico, de Verenigde Staten en Saoedi-Arabië. Het bedrijf zoekt nu investeerders om de simulator ook echt te kunnen produceren. De focus eigenlijk is om het op maat te maken van de klant. Dus de volledige omgeving, de bediening van de vorkheftruck kan aangepast worden. De omgeving kan volledig opgebouwd worden op maat van de klant. Dus dat er eigenlijk kan geoefend worden in de echte omgeving waarin de vorkliftchauffeur echt gaat werken dan in de toekomst. Ze kunnen ook bepaalde dingen testen, bijvoorbeeld je kan de infrastructuur een beetje aanpassen om te testen of een rek beter daar staat dan daar. De simulator kost ongeveer evenveel als een echte vorklift, maar met een paar slechte chauffeurs in dienst is die kost misschien al snel terugverdiend.